Oké, we zijn terug van start met onze Facebook Live. We gaan door. We gaan nu verder met de burgemeester van Bree. Dat is Lisbeth van Rauweren. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. We beginnen met dilemma's, zoals gewoonlijk. Ja. De eerste is een ijsje bij de potter of progrettaart van bij de bakker? Progrettaart van bij de bakker. Oké. Politiek of advocatuur? Politiek. Wendy Jans of Kim Kleisters? Kim Kleisters. Een fusie met Bocholt of een fusie met Kinrooi? Kinrooi. Naar de film of naar het theater? Theater. Ja, en daarover gaat ook onze eerste vraag. Dat dacht ik wel. Ja, voilà. De nieuwe theaterzaal in Bree. Ja. Die komt er dus aan, maar heeft wel heel wat commotie veroorzaakt. Dat klopt. Hoe kijkt u daarop terug? Als een heftige periode, omdat dat ook een onderwerp was dat eigenlijk al heel in het begin van deze legislatuur op tafel kwam. We zaten toen met heel veel uitdagingen, een nieuwe beleidsploeg, budgetten die krap waren, naar onze hele organisatie dat daar stappen moesten genomen worden. En dan kwam natuurlijk ook de heel prangende vraag van wat nu met onze oude Breugelzaal, gaan wij daar verder in investeren, ook om die zeker brandveiliger te maken, om die uit te breiden. En dan hebben we heel goed met onze administratie zitten nadenken. We zijn daar echt niet over één nacht ijs gegaan. We hebben vastgesteld van kijk, de bestaande infrastructuur is dermate beperkt dat we niet kunnen uitbreiden, waardoor dat we geen grote dansgezelschappen of toneelgezelschappen kunnen uitnodigen. Plus is er ook echt daar wel een acuut gevaar naar veiligheid toe. Moest daar iets gebeuren op die locatie, zitten mensen eigenlijk gelijk haringen in een ton gevangen. Ja. En ik vond dat toch niet nog langer te veranderen. Om die verantwoordelijkheid te blijven nemen. En dan zijn wij op zoek gegaan en uiteraard hebben we een aantal zoekcriteria uitgepind en daar was er eentje van onmiddellijk van kijk, cultuur moet zeer nauw bij ons handelscentrum gebracht worden, dus we waren al in onze perimeter een beetje beperkt. Dan zijn er plannen geweest om ondergronds te gaan met de nieuwe theaterzaal, maar toen kwam natuurlijk de opportuniteit dat onze oude gebouwen van het TISM, dat die verlaten werden door onze technische school, die zijn verhuisd naar een nieuwe scholencampus en dat lag eigenlijk ook ideaal gelegen en dat was ook heel vlot overeen te komen, dus kan ik nu zeggen dat de werken in volle omvang zijn, dat wij ook een nieuwe naam voor die theaterzaal hebben gekoppeld aan de cultuur van die site, de zeepziederij, dus wij zijn wel blij. Oké, en wanneer gaat het open? Dat zal begin 2019 zijn dat wij wensen open te gaan. Ja. Ja. Het is ook de bedoeling om mensen van buiten Bree, denk ik, naar jullie toe te trekken? Uiteraard. Wij hebben een bepaalde uitstraling als Bree. Dat hebben we ook altijd gehad. We zien ook dat jaar na jaar onze ticketverkoop gewoon boomt. Dat wij ook heel veel mensen van buiten Bree aantrekken. En het is daarom dat we daar verder op willen inspelen. We denken in tijden, zeker ook dat de middelen misschien niet al te royaal zijn, dat cultuur voor ons toch nog altijd de kers op de taart is. Want het is niet alleen de eigen programmatie van ons cultuurcentrum dat we daar gaan realiseren, maar het zijn ook onze verenigingen, onze balletscholen, onze harmonieën die op zoek zijn naar een hedendaagse, moderne zaal met alles op en aan. En wij hopen op die manier daar zeker aan tegemoet te komen. Dan hebben we vorige week beslist om ons theatercafé ook openbaar op de markt te brengen. Daar hopen we ook een hele goede speler te krijgen die samen met ons iets vernieuwend daar kan realiseren. Waardoor dat wij Bree zeker op de kaart kunnen zetten naar Limburg. En ik denk ook over de grens. En dan denk ik aan Weert onder andere, dat daar toch ook wel een uitwisseling mogelijk zou kunnen zijn. Ja, dus Bree aantrekkelijk maken voor mensen in de omliggende gemeente. Zijn er nog plannen om Bree op een andere manier aantrekkelijk te maken? Oh, ja, ik denk als u op dit ogenblik naar Bree komt, dat zowat alles in bouwwerkfase is. Wij zijn bezig met onze herinrichting van onze kleine ring, onze herinrichting van het stadscentrum. Wij zijn bezig met een medisch centrum huisartsen te bouwen op de vroegere site van het ziekenhuis. Want u weet dat wij nu een fusieziekenhuis met Mazeik hebben. Dat medisch centrum huisartsen, daar komen mensen ook van overal naartoe. En wat van belang is voor die locatie ook, is dat wij in het kader van de eerste lijnsregio's een post van huisartsen gaan realiseren in dat medisch centrum huisartsen. Zodanig dat mensen ook naar zorg en
opvoeding en zo naar de weg naar Breef in de Wand. Boven dat medisch centrum huisartsen zal ook ons huis van het kind gevestigd worden. Onze Breefse dienst, de onderneming Kind en Gezin, het CLB. Dus het staat echt wel in de stijgers. En ik denk dat wij de afgelopen jaren ook heel erg gewerkt hebben aan het realiseren van een nieuwe scholencampus. Ja. Want we zien toch dat daar duizenden leerlingen naar school gaan, in het middelbaar bij ons in Bree. En dat zijn kinderen van overal. Dus ze hebben daar zeker een aantrekking op mensen buiten Bree. En dan denk ik ook zeker naar de invulling van ons industrieterrein. Mm-hmm. Daar komen ook bedrijven van her en der grond kopen en zich vestigen. En dat kunnen wij alleen maar toejuichen, omdat dat ook parallel loopt met tal van woonprojecten die op stapel staan. Dus ik heb echt het indruk, ik heb nog even gekeken, begin dit jaar hebben wij de kaap van 16.000 inwoners genomen. Een aanzienlijke groei het afgelopen jaar. En ik meen zelfs te kunnen stellen dat wij binnen de top 3 van groeiers van inwonersaantal in Limburg zijn. Ja. Dus dat is toch wel een opsteker dat breed aantrekkelijk is. En hoe zit het met jonge gezinnen dan? Die blijven? Jonge gezinnen, die blijven. Het is uiteraard een gegeven dat onze jeugd eenmaal verder gestudeerd. En dat is een uitdaging voor heel Limburg, niet alleen voor Bree. Dat we toch moeten maken dat er voor elke jongere die afstudeert hier in de regio werk is. Maar jonge gezinnen, zeker en vast. Daar ben ik ook heel fier om te kunnen meedelen dat wij bezig zijn met een uitbreiding van onze kinderopvang, het Wiekersnestje. Ah ja. Dat wij los van subsidies, want die zijn er niet voor het rapen, terwijl wij toch zien dat de vraag gigantisch is, nu een nieuwe buitenschoolse kinderopvang aan het bouwen zijn. Hopen we ook over een jaar klaar te hebben. En daar waar de kinderen nu worden opgevangen, gaan wij ter beschikking stellen van de landelijke kinderopvang, omdat we zien dat hoe langer hoe meer onthaalouders zeggen van wij willen dat niet meer doen bij ons thuis, maar we willen eigenlijk op verplaatsing dat ook doen, een beetje onze privé en onze opvang gescheiden houden. Ja. Dus die bestaande gebouwen worden ter beschikking gesteld van hen. Dus dan denk ik dat wij op verschillende manieren aan die vraag tegemoet komen. Ja. Dus onze jonge gezinnen, die koesteren wij heel erg, onze jeugdbewegingen en alles wat daarbij komt. Ja. Ja. We vragen ook aan onze kijkers om vragen in te sturen. We hebben ook een vraag gehad van Jos Lemmes. Ja. Hij heeft het over het plaatsen van verkeersdrempels in de Velkuilenstraat en ook het plaatsen van een spiegel aan een huis op nummer 28. Hij heeft het dan ook vooral over verkeersveiligheid dan voor de schoolgaande jeugd. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik ken de heer Lemmes heel persoonlijk. Ik ken de situatie in de Velkuilenstraat ook goed. Met onze herinrichting van Brees Centrum zijn we met bepaalde verkeerslussen beginnen te werken. En daar is op een gegeven ogenblik de vraag gekomen van de bewoners van de Velkuilenstraat van kijk, wij hebben de indruk dat hier te hard gereden wordt, dat onze straat gebruikt wordt als sluikweg. Dus wij vragen verkeersremmers om dat te ontmoedigen. Wij zijn toen gestart met een telling van het aantal voertuigen dat daardoor komt, ook naar de snelheidsmetingen. Maar dan hebben we uiteraard aan de buurt gevraagd van kijk, zeg tegen ons waar wij als stad verkeersremmers moeten plaatsen, want uiteraard, en dat is in elke straat, wil niemand dat voor zijn eigen deur hebben. En daar denk ik dat vanuit de straat geen compromis rond gemaakt is. Dus is daar verder ook geen gevolg aan gegaan. Maar wij volgen dat natuurlijk heel goed op. Wij monitoren ons verkeer en zeker in die kleinere straatjes. Mijn idee was dat op dit ogenblik de situatie daar onder controle is. Ja. En dan algemeen naar de schoolgaande jeugd. Al onze scholen zijn nu gecentraliseerd op één scholencampus die volledig ontsloten is door een fietsers tunnel. Onze schoolgaande jeugd, denk ik dat nooit eerder zo veilig naar school is kunnen gaan dan op dit ogenblik. Uiteraard zijn daar nog verbeteringen mogelijk, maar chapeau ook wat administratie wegen en verkeer en mobiliteit Vlaanderen voor ons in Bree mee gerealiseerd heeft. Ja. Ja, u zit met een erfenis in Bree. U heeft een voorganger die meer dan 30 jaar burgemeester is geweest. Heeft u zich kunnen zetten nu als burgemeester? Ik denk dat wel. Ik ben daar ook niet mee bezig met mijn voorganger. Ik probeer samen met de ploeg
die ik nu mag leiden in Bree, onze projecten waar te maken. En ik denk dat wij een heel mooi palmares hebben om dit jaar aan de kieder voor te schotelen. Ik ben daar fier op. Ik werk gewoon verder. Ik kom heel vaak onder de mensen. Ik word aangesproken. Men kent mij. Ook al is het best een moeilijke achternaam. Maar ik denk dat men mij zeker aanvaard heeft als burgemeester. En ik voel mij ook heel erg gedragen als burgemeester. En dat is voor mij heel belangrijk. Ja, het is natuurlijk moeilijk geweest, denk ik ook, met een krappe meerderheid om dingen te realiseren. Kan u de komende maanden nog doorduwen? Uiteraard. Ik denk dat als u de afgelopen weken een beetje de actualiteit in Bree heeft gevolgd, dan heeft u ook gezien dat inderdaad een krappe meerderheid met verschillende geuren en kleuren daarin, dat dat best wel psychologische hoogstandjes van mij hebben gevergd en vooral heel veel geduld. En praten met iedereen, maar daar zijn wij in geslaagd. En nu in de aanloop naar verkiezingen zijn er wel wat strubbelingen. Maar toch stel ik vast dat in een schepencollege, in een gemeenteraad, in een raad van bestuur van het AGB, wij nog telken malen de meerderheid halen. En ik zie ook dat wij nu de afgelopen maand de steun hebben gekregen van Jos Rikoningen uit de oppositie. Die zegt van kijk, daar zitten goede projecten in. Bree mag niet gehypothekeerd worden door politieke spellen. En dat steunt mij dan ook als burgemeester. Als men dat openlijk durft zeggen vanuit de oppositie en dan zegt van kijk, hier is uw meerderheid, u krijgt ze, dan voel ik mij inderdaad heel goed in mijn vel. En ben ik ook heel dankbaar. Dankbaar dat gezond verstand en iets willen bereiken voor de inwoner, dat dat toch primeert bij sommige mensen. Ja, nog één vraag, daar hebben we nog de tijd voor. Heeft u verder nagedacht al over een fusie, wanneer er meer druk gaat gezet worden? Ik weet het niet. Wij zijn heel erg bezig geweest de afgelopen jaren met het samenwerkingsverband Noord-Limburg. Want zoals u weet waren wij als stad Bree de enige die daar niet bij aangesloten waren. Daar hebben wij ons bij aangesloten. We zitten ook naar het noorden gesitueerd met onze brandweerzone. Ook wat betreft onze eerste lijnsregio, onze welzijnsregio nu. Ik heb dat gezien en ik heb ook gezien dat dat toch heel wat koorts leidt. En ik denk eigenlijk dat goede samenwerken dan die primeren op een fusie. Omdat ik denk dat Vlaanderen ook veel, veel, veel meer omkadering zou moeten geven aan steden en gemeentes om tot goede fusies te komen. Want als we zien dat Vlaanderen bepaalde maatregelen neemt, maar eigenlijk de last van die maatregel wordt afgewenteld op een gemeente of op een stad, dan is het allemaal moeilijk. En dan ga ik u niet daarvan onthouden dat wij dan ook nog eens met Mazeik een ziekenhuis hebben. Met de nodige pensioenlasten voor het personeel daar. Dat is niet aantrekkelijk voor mogelijke fusiepartners uit het noorden. Die zeggen, daar hebben wij niks mee te maken. En dat wij dan ook nog eens met onze politiezone gefuseerd zijn met de zone Midlim. Dus we zitten zo een beetje overal als Bree. En ik denk dat we daar gewoon met heel veel gezond verstand en vooral met een hele open visie naar de toekomst mee moeten omgaan. Oké, Lisbeth van der Aura, burgemeester van Bree, bedankt. Heel graag gedaan, dank u.